Veldrijder Manon Bakker uit Zwifterband werd gisteren in de Meerpaal uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar van de gemeente Dronten. Sportvrouw van het jaar, dat is geen verrassing, hè? Nou ja, je moet wel altijd winnen eerst natuurlijk, maar ja, wel leuk om een beer te winnen. Wat was voor jezelf het hoogtepunt? Ik denk dat ik de hoogtepunt vond mijn derde plek in de wereldbeker in Overijssel. Dat was echt een superknappe prestatie op een rondje dat misschien niet mijn ding is. En ja, daardoor onverwacht en ja, superleuk. Je werd net naar je ambities gevraagd en toen noemde je gewoon het wereldkampioenschap. Hoe realistisch is dat? Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen als doel zou hebben om wereldkampioen te worden. Ik in ieder geval wel. En ik denk dat dat zeker mogelijk is. In Nederland hebben we wel een heel sterk land. En ja, dit jaar heb ik dat al goed ingezet bij het WK, bij de elite om zesde te worden. En ja, dat is zeker een opstap naar meer. Hoe is het met de vorm? Nu wel minder, maar ik heb rust gehad. En ja, we beginnen nu weer langzaam op te bouwen. En september is nog ver. Ga je deze zomer nog op de weg wat doen? Ja, ik ga nog wel op de weg rijden. Ik ben nog niet precies zeker van wat het gaat worden, maar het gaat wel op de weg zijn. Maar dat is bijzaken? Ja, dat is bijzaken. Is toch niet zo leuk. Het streven het komend seizoen? Ja, dichter bij de eerste plekken komen in de Belgische wedstrijden. Zeker meedoen voor de overwinningen eigenlijk in de wereldbekers. En zo elke jaar een stap vooruit te zetten. Oké, bedankt en gefeliciteerd. Dankjewel, graag.